Vandaag weer een nieuwe video waarin ik jullie meeneem en kijk je in mijn super awesome kledingkast. Ik ga jullie laten zien hoe mijn kledingkast eruit ziet en ook hoe ik hem indeel. Ik hou nogal van een georganiseerde kledingkast, dus vandaag geef ik jullie mijn tips en tricks over hoe je je kledingkast georganiseerd, opgeruimd, netjes houdt. Blijf vooral kijken tot het eind, want aan het einde van de video geef ik nog een hele coole mini DIY mee. Wat je kan gebruiken om je kledingkast weer fris en fruitig te houden. Nou, laten we dan maar meteen beginnen. Omdat ik mijn kast met Vriend Lief deel, om verwarring te voorkomen, hebben we besloten wie welk tip krijgt. Ja, ik moet zeggen, wij zijn allebei best wel heel erg shopperig en houden echt heel erg van shoppen. En zijn ook helemaal in love met shoppen. Dat hebben we gemeen. Daarom passen we denk ik ook zo goed bij. Toch wel pik ik steeds wel kleine stukjes van hem in. Dus ik moet mijn kledingkast delen met hem. En om mijn kledingkast goed te delen met hem, heb ik zo'n 80% en hij de rest van de procentjes. Dit is zijn kant. Helemaal netjes op pak. Hij draagt vaak pakken, dus ja. Maar skip over. Oké, dit is de kant die ik alsnog wel samen deel met Vriend Lief. Bovenin liggen zijn kleren en onderin heb ik mijn eigen kleren. Ik heb hier dus alle truien. Ik hou van oversized truien, zoals je hier ook kunt zien. Ik vind het fijn en comfortabel zitten. Zoals je kan zien heb ik alles eigenlijk als een mega freak op kleur geselecteerd. Wat echt te erg is. Nou, dit is gedeelte nummer 2 van mij. Ik heb het hier ook weer helemaal op kleur geselecteerd. Hier begint zwart. Hier heb ik een printje. Deze heb ik by the way trouwens nooit aangehad. En hier heb ik blauw. En dan gaan we door naar de zachte kleuren. Ja, ik weet niet wat deze geel hier ertussen doet. Maar ja, dus dat heb ik ook weer op kleur geselecteerd. Verder heb ik hier al mijn sieraadjes en haarbandjes. Deze heb ik overigens net nieuw gekocht. Ja, heel schattig. Oké, ophouden met kopen. Nou, nu heb je een tour van mijn kledingkast gezien. Nou, mijn tips hoe ik dus mijn kledingkast netjes en georganiseerd houd, is neem altijd dezelfde hangers. Zoals je kan zien heb ik overal witte hangers gebruikt. Heel vaak dat je zoveel verschillende hangers hebt en dat maakt het heel erg ongeorganiseerd. Tip 2 is sorteer op kleur. Ik weet, oefening baart kunst. Echt. Maar zodra het je lukt, zie je ook dat het een heel ander effect geeft. En dat het ook heel erg goed eruit ziet. Als derde. En dat is echt zo mega belangrijk. Want ik deed dat vroeger ook altijd. Is gewoon mijn hele kast vol stouwen en die deuren dicht. En dan zie je het niet meer. Nee. Wat je moet doen, niet te veel kleren aan één rol gooien. Want het wordt zo, je wilt geen bom-effect hebben in je kast. Ja, je hebt geen overzicht meer. En heel vaak weet je daardoor echt niet meer wat je aan moet doen. Dus niet te veel in je kast stoppen. Ja, die vind ik ook best wel belangrijk. Die sluit eigenlijk aan op een bom-effect. Probeer kort met kort te hangen en lang met lang te hangen. Trenchcoat naast een crop top is een no-go. Een trenchcoat naast een lange vest is een yes-go. Yes-go, nieuw in de vocabulaire. Dat wordt een nieuw woordje. Yes-go, crop top naast een crop top. Try. Yes, go. Laatste tip. Neem af en toe een kijkje in je kast. Doe je oordopjes in. Goede muziek op. Lekker kopje thee erbij. Ruim de bende op. Oké, dan zijn we nu aangekomen bij mijn superleuke mini DIY. Ja. Wat je nodig hebt, dat is een zakje. Let niet op dit zakje, want ik had geen zakjes meer. En dit is niet degene die je moet hebben. Ik zal hierboven een foto laten zien en in de beschrijving een link erbij zetten welk zakje je wel moet hebben. Maar in principe maakt het niet zo heel veel uit, want het heeft hetzelfde effect. En als tweede, Lenore. Zijn de balletjes in het zakje. De balletjes zitten nu in het zakje. Je maakt er een knoop in en je verstopt het in je kast. Nou, was dat niet simpel? En wat het mooie eraan is, en omdat het zo lekker ruikt, gaat je kast echt heerlijk ruiken. Ook doe trouwens, als ik uitga, stel ik doe dit aan, dan hang ik mijn lieve zak bij mijn kleren. Zoals dit, in de ochtend ja. En in de avond, you are good to go en je kleren ruiken helemaal lekker. En nu zijn we weer bij het einde gekomen van mijn video. Het is echt mega snel gegaan. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpje omhoog te geven. En vergeet dan ook niet te abonneren. Als je abonneert, zou je dan meteen ook op het belletje willen klikken. Zodat wanneer ik een nieuwe video maak, jij op de hoogte wordt gehouden door middel van een mailtje. Dat is leuk toch? Wil je vaker van dit soort video's? Vergeet dan geen berichtje hieronder achter te laten. Ontzettend bedankt voor het kijken naar mijn video en tot de volgende keer. Doei doei!